Het leven is een mooi cadeau als het begint in Almelo. Almelo is de perfecte plaats om in op te groeien. Het is niks te groot en niks te klein. Het is precies zoals met mij. Ik heb niks met sport en al helemaal niet met voetbal. Maar Heracles is een uitzondering. Want ik hou van Almelo en Heracles is Almelo. Zo gingen wij vroeger, als Heracles uitspeelde, zondagsmiddags op bezoek bij opa en oma van mijn vaders kant. En als Heracles thuis speelde, naar opa en oma van mijn moeders kant. Want die laatsten wonen aan de Bornstraat en dat lag vlakbij het stadion. Nadat we geparkeerd waren bij opa en oma Bornstraat, gingen mijn vader en mijn ooms naar Heracles. Op een gegeven ogenblik had ik de leeftijd bereikt waarop ik mee kon naar een thuiswedstrijd van Heracles. Mijn vader was trots als een pauw dat hij voor het eerst met zijn oudste zoon naar Heracles ging. Ik heb mijn vader die middag hevig teleurgesteld. De hele wedstrijd heb ik achterstevoren op de tribune gezeten. Niet deze hoofdtribune, maar op een van de zijtribunetjes die uit niet meer bestonden dan eikenplanken die rusten op betonnen poeren. En tussen die planken door had je zicht op een weiland met herkauwende koeien. Dat vond ik een prettiger tafereel dan die drukte op het voetbalveld met al die schreeuwende mannen. Toen mijn vader na de wedstrijd weer bij opa en oma aan de Bornse straat kwam, vroeg mijn moeder: en hoe heeft Heracles maakt? Waarop mijn vader zei: ze hebben wat wun, maar ik neem Herman nooit meer mee.